klaar mee. Oh. Kom op, boys. Kom op. Dat was mijn moeder. Ik moet pissen. Groentje. 5 kilometer. Is niet te doen, joh. En ik ben al helemaal naar de klote. Eigenlijk wil ik wel wat drinken, hoop ik. Iedereen zich zo ontzettend goed heeft ingezet en de lopers allemaal over de finish gekomen. Nou, super trots. Weet je, door alle toeschouwers is het gewoon super om te lopen. Je wordt zoveel aangemoedigd en je naam wordt geroepen en dan dat motiveert je weer om wel weer door te gaan. Leuk, ja, mooi. Ja, maar wel zwaar. Hoe was de sfeer onderweg? Veel mensen, veel aangemoedigd, dus dat was wel een momentje van genieten. Mijn grootste doel vandaag was om te genieten. Dat vergeet ik normaal altijd, dus dat was de uitdaging en dat is gelukt. Dus ik heb een fantastische dag gehad. Nou, dat is altijd een fantastisch gevoel om op de Coolsingle te zijn. 2 jaar geleden ook al met kampioenschap hier geweest. Dan is het extra leuk om hier nog een keer te zijn. Echt onbeschrijfelijk wat we hier vandaag hebben meegemaakt. Ja, zeker. Vertel maar, wat heb je meegemaakt? Nou, we hebben sowieso bijna alle 10 kilometer lopers voorbij zien komen. Die zich echt petje af enorm hebben ingezet. Het was voor sommigen best zwaar. Blaren, pijn, maar toch iedereen heeft over de streep gekomen. Weer een mooie dag zo bij elkaar gehaald. Dus hopen dat ze weer een hoop kinderen en hun gezin een mooie dag kunnen bezorgen. Als je de passie ziet van de mensen die ons zo steunen, dat doet me veel. Het is voor een hoop mensen een bijzondere, een emotionele dag ook, hè? Ja, zeker. Ja, er zijn een aantal lopers inderdaad die meelopen die zelf ook een ziek kind hebben of een ziekte in de familie. Dus dat is extra bijzonder, ja. Een nichtje van mij die is 2 jaar geleden, sinds 2,5 jaar nu schoon. En toevallig afgelopen vrijdag heeft ze weer voor 3 maanden goedgekeurd. Dus die is met zulke soort evenementen altijd wel in mijn hoofd. Ja, ik heb zeker aan mijn vader gedacht. Die heeft in januari de diagnose longkanker gekregen. Met heel wat uitzaaiingen over heel zijn lichaam heen. Dus het is geen leuke tijd helaas. Maar ook namens hem gelopen.
En ook zeker aan hem gedacht tijdens de race. Ja. Ja, andersom denk ik ook wel. Die zal trots zijn. Heel trots. Ik heb hem al even gebeld net. Nou, hij was echt apentrots. Nou, bij deze willen jullie nog allemaal hartstikke bedanken. Jullie hebben het allemaal enorm goed gedaan. Bedankt voor jullie bijdrage, jullie inzet, jullie steun. En tot volgend jaar. Ja, het heeft ons echt wel ook als stichting gewoon echt superveel gedaan. Dat er zoveel mensen zijn die de stichting een warm hart toedragen. En mee willen helpen om onze goede doelen te verwezenlijken. Dat is zo mooi. Dat de zon in je hart. Ze schijnt ook voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Hey. Laat de zon in je hart. Ze schijnt ook voor iedereen. Geniet van het leven. Zo dat is het even. Ja, Hij heeft een foto gemaakt. Hij is echt een foto gemaakt. Hij is echt een foto gemaakt.